dat de groep heel erg groot in dit jaar heb ik versterking gevraagd. En Frans Weert is mijn compagnon vandaag. En als ik ergens niet te vinden ben, dan kun je altijd even bij hem terecht. En zal hij jullie problemen oplossen. Voor de mensen die vorig jaar ook hier waren, die weten eigenlijk dat we sinds vorig jaar de jeugdplein een beetje een bijzonder fenomeen hebben gemaakt. Omdat we de jeugdplein op twee locaties houden. Dat het een beetje droog blijft, want we moeten te voet naar de sporthal. Het is niet heel ver lopen, maar als het hard regent worden we dan toch nat. Dus ik hoop dat het een beetje droog blijft. Net zoals vorig jaar gaan we het concert niet alleen met het orkest doen. Maar hebben we weer een aantal andere mensen uitgenodigd om ons te ondersteunen. Ik heb hier ook een aantal maanden voor de